En het is aan de binnenkant Lions Wish die nog altijd die aanval van Katie Monami kan pareren. Omdat het niet echt een aanval is. Daarachter is dan Yakayoro JC. En daarachter ja, een beetje lauw vandaag Kerouan tot nu toe. Maar ja, wat niet is zou nog kunnen komen. In ieder geval vanuit de start van het veld gaat Jumila nu naar voren. En die krijgt een mooie gangmaker in de vorm van Lexia Boko. Maar vooraan gaan twee paarden daar duidelijk versnellen. Met aan de binnenzijde Lions Wish en aan de buitenzijde de Dark Horse Katie Monami. Lions Wish echter pakt nu weer een volle lengte voorsprong. En het grote verrassing tot nu toe is die Yakayoro JC. Maar ook komt daar aan de buitenzijde die V-zit. Zo'n paard waarvan je zegt, neem hem nou mee op 3 voor de zekerheid. En we komen dan in de laatste rechterlijn. Uitgeschagen paard 4, 4 galop. En dit was ja eigenlijk toch wel een en uitgeschagen paard nummer 6 galop. Kans voor Niels van der Tol en Lions Wish om te gaan winnen. Want dat doen ze ook. Lions Wish imponerend op de tweede plaats. De 5 Katie Monami close. Ik denk V-zit nog net voor Jonne Cavallo voor plek 3. En de winnaars van koers 5 zijn ook officieel de Dura Vermeerprijs. Winnaars zijn geworden Lions Wish paard nummer 1 met Niels van der Tol. En Lions Wish, dames en heren, is een 4-jarige bruinerij van Muscle Mass uit Fiona Stardust. Gefokt door Henny Kloosterman in eigendom van Stal PD. Trainer Bas Krebas en rijder Niels van der Tol. Net als in Hilversum scoort hij weer met zijn Lions Wish. Dit keer in de Dura Vermeerprijs. Het bedrijf van 1,6 miljard omzet, 2800 medewerkers. En ze zijn vandaag te gast op Alkmaar Zieter Arena. Waarbij ze bijdragen aan de sponsoring en vandaag ook een leuke dag hebben in het restaurant. Niels, gefeliciteerd. Het ging net zo makkelijk als in Hilversum, denk ik. Dankjewel. Ja, hij was eigenlijk nog veel beter, veel scherper. Enorm goed weg van start af. En het is tempobeul. Je kan gewoon rijden en hij doet het werk eigenlijk. Geweldige overwinning. We zagen net Jim Veldman zijn derde overwinning scoren van dit jaar. Dit was jouw derde volgens mij ook. Ja, laten we een hele leuke strijd van maken. Zeker, het wordt een mooie strijd. We gaan het allemaal volgen. Je rijdt momenteel ook veel voor de stal van Bas. Ja, eigenlijk zijn we ja, een beetje een leuke samenwerking begonnen. En ik hoop dat ze doorgaat. Bas is natuurlijk een enorm goede trainer. En heel veel leuke paarden die het ook heel goed doen op de regiobanencircuit. En dat is natuurlijk een pre. Mooie kans voor jou en je maakt het ook waar. Alleen die stal BD-buis, waar is die vandaag? Ik bedacht me net toen ik over de finish kwam. Ik denk verdorie, die had ik aan moeten hebben. Maar die zien we zo in de laatste koers. Jullie hem zeker terug in de BD-buis. Nou, dat zo goed in de gaten houden. Niels, gefeliciteerd. Dankjewel. Geef een applaus voor de winnaars in koers 5. De Dura Vermeerprijs Lions Wish met Niels van der Tol. Ongeveer 100 meter van het startpunt. Nog 50 meter. De start is gevallen, de paarden zijn onderweg en het is na de start aan de binnenzijde Lions Wish die geweldig vertrekt en de leiding neemt. Leo GS had daar toch heel veel moeite hoor met die eerste bocht en eens kijken of Jaap van Rijn hem op de been kan houden. Uitgeschakeld paard nummer 3 galop. Ook Lisa Alki in de fout en dan hebben we dus aan de kop van het veld Lions Wish en die krijgt hem op deze manier natuurlijk heel mooi. Maar dat geldt ook voor Yakayoro JC die wel degelijk uitgeschakeld paard 2 galop. Van de snelle start van zijn voorganger en aan de binnenzijde is ook Kerouan er goed bij. Geldt in extremere mate voor Lexia Boko. Die gaat een droomkoers op maat krijgen, want aan de buitenzijde gaat daar naar voren die Zervé Dassen met zijn Katie Monami. En dat wordt de ideale gangmaker onder andere voor Kerouan en Lexia Boko. En we komen dan op weg naar de rechterlijn voor de tribune en het is Lions Wish die het veld de weg wijst. Heeft een lengte. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde die Katie Monami. Aan de binnenzijde Yakayoro JC. Daarachter Kerouan. En achter Kerouan volgt dan Lexia Boko met aan de binnenzijde nummer 9 van V-zit. Dan is het de 6 Jumila en aansluiting is er voor Jonne Cavallo. Dat zijn de paarden die de prijzen onderling gaan verdelen. En ze liggen allemaal dicht bij elkaar. Maar het is wel aan kop Niels van der Tol die toch het veld zijn wil op mag leggen. Met een driekwart lengte voorsprong op Katie Monami. Aan de binnenzijde paard nummer 7 Yakayoro JC. En daarachter volgt dan Kerouan met Lexia Boko. En niemand
iemand die nog echt zin heeft om de aanval in te zetten op Lions Wish. Lions Wish houdt nu nog een neusje voorsprong aan de buitenzijde Katie Monami. Samen zetten ze het tempo eigenlijk helemaal stil om zo dadelijk in die laatste ronde nog wat over te hebben. Dat hebben de heren goed voor elkaar op dit moment. Op de derde plaats is het dan Yakayoro JC Kerouan. En achter Kerouan hebben we dan Lexia Boko nog aan de buitenzijde van Fezit. En achter Fezit de laatste twee, Jonne Cavallo. En er is aansluiting daarachter nog voor paard nummer 6, Jumila. We gaan inmiddels de laatste ronde in. En het is aan de binnenkant Lions Wish die nog altijd die aanval van Katie Monami kan pareren. Omdat het niet echt een aanval is. Daarachter is dan Yakayoro JC. En daarachter ja, een beetje lauw vandaag Kerouan tot nu toe. Maar ja, wat niet is zou nog kunnen komen. In ieder geval vanuit de start van het veld gaat Jumila nu naar voren. En die krijgt een mooie gangmaker in de vorm van Lexia Boko. Maar vooraan gaan twee paarden daar duidelijk versnellen. Met aan de binnenzijde Lions Wish en aan de buitenzijde de Dark Horse Katie Monami. Lions Wish echter pakt nu weer een volle lengte voorsprong. En het grote verrassing tot nu toe is die Yakayoro JC. Maar ook komt daar aan de buitenzijde die Fezit. Zo'n paard waarvan je zegt neem hem nou mee op 3 voor de zekerheid. En we komen dan in de laatste rechterlijn. Uitgeschagen paard 4-4 galop. En dit was ja eigenlijk toch wel een uitgeschagen paard nummer 6 galop. Kans voor Niels van der Tol en Lions Wish om te gaan winnen. Want dat doen ze ook. Lions Wish imponerend op de tweede plaats. De 5 Katie Monami close. Ik denk Fezit nog net voor Jonne Cavallo voor plek 3.